Suriname heeft financiële ondersteuning van China ontvangen om op grote schaal maïs en soja te planten. De launch van het project om de landbouwsector en boeren te ondersteunen in de productiesector vond gisteren plaats, de Tijgerkreek Saramaka. De schenking van China heeft een waarde van 10,5 miljoen Amerikaanse dollar. Volgens president Chandrika Persat Santokhi is het belangrijk te investeren in de agrarische sector door middel van moderne technologie. Dit draagt namelijk bij aan voedselzekerheid voor de Caribische regio en de rest van de wereld. China heeft laten zien dat zij met moderne technologie en de toepassing ervan een enorm hoge kwaliteit van landbouwteelt en landbouwproductie kan presenteren aan de wereld. En daarom gaan we vandaag deze overeenkomst tekenen. Wij hebben als regering ervoor gezorgd dat we een gericht landbouwbeleid wensen te ontwikkelen. We hebben meer dan 200.000 hectare land ter beschikking gesteld voor de agrarische sector. En we nodigen alle investeerders uit om gebruik te maken van deze gelegenheid. Ja, Han Yin, ambassadeur van China in Suriname, vindt het van belang Suriname op weg te helpen naar een betere productie in de agrarische sector. Daarom ziet hij dit project als een aanzet van een potentiële samenwerking die zal uitmonden in een verbetering van de economie. In de toekomst kunnen we onze twee landen de samenwerking verder uitbreiden naar aanverwante industrieën. Suriname kan een sterk landbouwland worden, vooral met haar voordelige positie in de regio en de grote potentie in de export van landbouwproducten. Dames en heren, landbouw is een fundamentele sector. Voedsel is de basis van alles. China is bereid met Suriname samen te werken in het kader van het Belt and Road Initiative en de Global Development Initiative. Om de zaden van vriendschap te zaaien, de vruchten van ontwikkeling samen te oogsten. Volgens het staatshoofd zal dit project zorgen voor het minder importeren van voedsel. Ook merkt hij op dat dit zal zorgen voor een grote toename van werkgelegenheid. Dit is het eerste landbouwtechnisch project tussen Suriname en China.